Mijn naam is Henk Hendriksen, directeur van het bedrijf Broadcast Organizers. Maar voor ik u wat ga vertellen over een mediabedrijf, ga ik eerst terug naar het fundament van waarom sta ik hier. Begonnen in Den Helder als elektrotechnicus. En heel snel had ik in de gaten dat techniek niet alleen mijn ding was. Ik zocht techniek en creativiteit. Die twee moesten op elkaar. Maar welk beroep heeft die twee elementen in zich? De som was snel gemaakt. Ik was 14 jaar en ik fotografeerde al. Dus de link naar cameraman was snel gemaakt. Dat vak heb ik 9 jaar lang met heel veel plezier en liefde uitgeoefend. Ik heb gewerkt met Linda de Mol, Robert en Brink, noem ze maar op. Ik heb ook 7 jaar lang het programma Eigen Huistuin gedaan. En daarin was ik de vaste cameraman van Nico Swinkels, de klusjesman. Je weet wel, die man met die baard. Voor dat programma had ik de gelegenheid om een camera te kopen. Vervolgens kocht ik ook nog montage. En daarmee, met die twee stukken techniek, heb je een productiemiddel. Daarmee kon ik zeggen dat ik dus producent was. Nou, hier sta ik dan. In 1996 als beginnend cameraman gestart. En 16 jaar later als eigenaar van het mediabedrijf Broadcast Organizers. Tegenwoordig noemen we onszelf een full services audiovisueel productiebedrijf. Wat betekent dat dan? Dat wij de kennis, kunde, ervaring en techniek in huis hebben om een bedrijfsfilm te maken, beurspresentatie of bijvoorbeeld dit soort producten. Onze communicatie willen we omzetten in beeld en geluid. Nou, dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Maar hoe doen we dat dan? Nou, ten eerste heb je natuurlijk de opdrachtgever nodig. Nou, dat zijn wij. En ten tweede een creatief concept. Dat zie je hier gebeuren. En ten derde techniek. Zoals dit bijvoorbeeld. Een camera heb je nodig. Je hebt licht nodig uiteraard. En een geluidshengel. Maar in dit geval werkt dit niet. Want hier zit hij. Nou, als je dan de opnames hebt gerealiseerd, ga je de montagefase in. En die montagefase wil ik jullie nu laten zien. Gaan jullie mee? Onze thuisbasis. En daar ons kantoor. Dit bedrijfsuitje, ook van Broadcast Organizers. Maar straks meer. Nou, ons kantoor. Collega Jolanda, onderdeel van het management. En wat we hier zien, zijn de montages. Arjan bezig met een kerstlipdub. En op de achtergrond zien we Jan-Willem. Is onze tweedejaars stagiaire. Die ook bezig is met een lipdub. En dat doet hij dan in het montageprogramma Avid. Dus daar vindt het plakken en knippen plaats. Wat je hier dus eigenlijk ook ziet. Wat we nu aan het doen zijn, heb ik hier op de montagetafel. En als ik nu dit doe. En 16 jaar later, als eigenaar van het mediebedrijf. Ja, Broadcast, zo is dat. Maar waar ik het ook al over wil hebben, is het volgende. Onze creatieve videoconcepten. Dat is dit. Had ik al eerder laten zien. Het is een concept, maak je eigen speelfilm. Maar waar we tegenwoordig heel erg actief in zijn, zijn de lipdubs. Nou, en dat wil ik jullie laten zien. Tada! Een lipdub is een film die opgenomen wordt in één shot, zeg maar, achter elkaar door. Ik had het idee dat toen de lipdub alleen kwam, zeg maar in het begin, toen dacht ik, ik zag mensen schrikken die dachten van, wat gaan we nu doen? En toen kwam de uitleg en toen dacht ik, dat was een goede volgorde, want het was eerst even zien wat het was. Toen kwam er uitleg, toen kwam het nog een keer en de tweede keer landde het al beter dan de eerste keer. Zo.
Ja, ik denk dat we als team heel veel hebben moeten samenwerken op een hele andere manier dan dat we gewend zijn. En heel veel moeten improviseren en met elkaar overleggen op een andere manier. Ja, dat, ik denk dat dat nog maanden doorwerkt. Ik moet zeggen, het viel me nog enorm tegen hoe moeilijk het eigenlijk was. Je moet toch op een gegeven moment 4 dingen tegelijk doen, of misschien 5. En dat viel me heel erg tegen en dat was heel moeilijk. En ik moet zeggen dat uiteindelijk, je merkt ook dat iedereen een beetje serieuzer wordt. Op een gegeven moment wordt het ook een beetje prestige, je wil er toch wat neerzetten. Ja, en dat is natuurlijk wat je werk ook wil. En ik moet zeggen dat, ja, en dan zie je ook dat het gaat, hè. Dat iedereen zet dan toch eventjes alles op alles en dan komt het er toch uit. Ja. Het leuke was dat sommige dingen kon je zelf doen, maar daar waar het nodig was, daar was de begeleiding. En daar was even de hulp of het setje wat we net nodig hadden om weer het even op te stappen. Uiteindelijk door die set om het nog een keer te doen, was het wel de beste teken. Ik heb wel wat teambuildingsdingen gedaan natuurlijk, maar dit is wel een hele speciale vorm. En ik moet zeggen, wat ik hier enorm leuk aan vind, is dat je ook uiteindelijk een resultaat ziet. Nou ja, wat je eigenlijk van tevoren echt niet had kunnen voorstellen dat dat had gekund. En ja, dat is wel heel apart eraan, heel nieuw. Dat is echt totaal anders dan alle andere teambuildingsdingen die ik tenminste meegemaakt heb. Ik vond het feit dat je steeds moest rennen en weer op tijd ergens moest zijn, dan ben je wel niet in beeld, maar dat achter de schermen is ook erg leuk, moet ik zeggen. Dit is echt boven verwachting, had ik niet durven dromen. En nu wat we aan het einde gezien hebben, wat we met elkaar gepresteerd hebben, ik ben er echt door geroerd. Ja. Lipdub, is dat een medicijn voor een beter team? Absoluut. Absoluut. Ben ik van overtuigd. Ja, top. Fantastisch. Ja, echt heel leuk. Goeiedag. Dankjewel.